Oké. Ik had ongeveer 2 jaar geleden een probleem. Nee, wacht, het probleem is te groot. Ik had een dilemma. Ik was net terug van een wereldreis, 1,5 jaar over de wereld gereisd. Ik had het een beetje gehad met Amsterdam en ik dacht, ik wil ergens anders wonen. Nou, ik heb in Tokio gewoond, een tijdje in Bangkok, een tijdje in San Francisco, of het was Silicon Valley. En uiteindelijk besloot ik, ook omdat de verkering daaruit liep, weet je wat, ik kom weer terug naar Amsterdam. En ik kwam terecht in een vrij klein appartementje, helemaal in een niet zo hele goede wijk van Amsterdam, 3 hoog achter. Je kon alles horen, ik hoorde de buren seks hebben, het was 1 grote verschrikking. En ik dacht alleen maar, dit wil ik niet meer. Ik zou eigenlijk het allerliefst in een supermooi grachtenpand willen wonen. Het enige ding was, ik had geen geld. Dus ik was eerst, ben ongeveer 2 dagen lang bezig geweest met allemaal slimme ondernemingsplannen opzetten om heel veel geld te kunnen verdienen, zodat ik dan uiteindelijk een grachtenpand kon kopen. Dat leek mij de enige manier om in een grachtenpand te wonen. Tot ik aan iets dacht wat ik in Silicon Valley had gezien. Grote techbedrijven die waren steeds vaker op zoek naar mooie vergaderlocaties. En in plaats van dat ze dan gingen vergaderen in een hotel of in een congreszaaltje ergens, gingen ze bijvoorbeeld in hele leuke aangeklede vergaderlocaties zitten. Planten, banken, dat soort. En ik dacht, als ik dat nou eens naar Amsterdam breng. Als ik vergaderlocaties ga maken in Amsterdam, in een grachtenpand, en ik ga zelf in dat grachtenpand wonen, dan huur ik een pand en verhuur ik eigenlijk mijn eigen woonkamer. Nou, dat heb ik gedaan. Dus je ziet daar mijn woonkamer. Dat is op de Prinsengracht. Dat is de buitenkant. En ik ben gewoon een makelaar gaan bellen en ben ik grote panden gaan shoppen. Ik had geen idee hoe dat werkt. Ik had maar voor de zekerheid, voor de extra bluff, een heel mooi pakje aangetrokken, een chique tas geleend. En ik liep dus met de makelaar door al die panden. Deze koos ik uit, die vond ik fantastisch. En toen heb ik eigenlijk gedacht, oké, nou weet je, de huur, je moet, want ik huurde het natuurlijk, hè. Kopen was geen sprake van, dat geld had ik niet. Je moet meestal met je een paar maanden borg betalen. Je moet natuurlijk de hele inrichting van het pand betalen. Dus dat heb ik gedaan, al mijn creditcard uitgemaxt. Ik had nog een klein potje voor de belastingdienst. Dat heb ik ook helemaal opgebruikt. En ik heb uiteindelijk bij Weekamp, ik zit hier niet een soort van sluikreclame te maken, maar Weekamp heeft een soort van policy dat je 90 dagen lang meubels kan kopen en dan kan je ze terugsturen. Dus ik dacht, als dit allemaal niet werkt, als niemand wil komen vergaderen, stuur ik gewoon al die meubels weer terug. En dan word ik er na een maand uitgezet. Maar eigenlijk, het werkte heel goed. Ik heb het heel snel ingericht. Binnen 2 weken stond alles. Ik heb een beamer gekocht. Ik had zelf nog nooit in een bedrijf gewerkt. Ik was jarenlang journalist geweest, dus ik had nog nooit eigenlijk echt vergaderd. Maar ik dacht, ja, waarschijnlijk heb je een beamer nodig, misschien heb je post-it nodig, misschien heb je pennen nodig en zo. Toen heb ik gewoon bedrijven gebeld, gezegd, hey, een hele nieuwe, hippe vergaderlocatie geopend. Kom je de eerste keer gratis en dan maak ik taart en dan heb ik koffie. En ze kwamen. Dus dat was te gek. En dat ging eigenlijk zo goed dat ik in 2 jaar tijd 4 locaties heb geopend aan de grachten. Op elke gracht eentje. Ik heb nu een team van 11 vrouwen die me helpen. Ik doe er zelf eigenlijk bijna niks meer aan. Ik heb een manager die alle boekingen aanneemt, alle host aanstuurt. En het is echt helemaal fantastisch. Ik ben er super blij mee en het is dus ook echt zo gegaan. Ik woon dus ook, ik ben net uit mijn eerste pand gegaan. Dus ik heb niet meer dat ik echt zelf daadwerkelijk in mijn eigen keuken mensen ontvang. Maar dat is wel 2 jaar lang heb ik dat gedaan. Kwamen 's ochtends om 7:30 kwam de host binnen, die ging de koffie klaarzetten, de taart klaarzetten. En kwam een groepje mensen van ABN of van Apple of van Booking.com. Grote techbedrijven heb ik meestal als klanten. En die kwamen dan bij mij in de keuken vergaderen. Ik het huis uit en om 5:00 kwam ik weer terug. Nou, waarom is dit nou zo'n groot succes geworden? Een heel groot deel is video geweest. Ik ga eerst even heel snel, voor ik vraag wie hier video's maakt, een paar kleine dingen ervan laten zien. 73% van de mensen zegt dat zijn beïnvloed doordat ze iets op video hebben gezien om het daarna te kopen. 72% van de mensen zegt, als je een pagina hebt met tekst en video, ga ik liever die video kijken. En je hebt 10% kans dat iemand een call to action, ofwel koop dit of ga dit doen, onthoudt als het in tekst staat. En 90% kans als dat op een video zien. Dus op zich is video natuurlijk super slim. Wie maakt hier wel eens video's? Zelf? Ja, dat zijn er nog niet zoveel. En dat snap ik, want ik deed daar eerst ook helemaal niks mee. Ik gaf alle aandacht aan mijn website van Spot, zo heette mijn vergaderlocaties. Dus ik was die website heel mooi aan het maken, ik was de tekst heel mooi aan het maken, mooie foto's. Maar video's, daar waagde ik me niet echt aan. En toch, ik wist natuurlijk wel, video is een ding, daar moet je wat mee wat gaan doen. Dus, en je zal de hele tijd terug horen komen, ik hou van bluffen. Dus ik had bedacht, ik moet iets bedenken dat ik mijzelf over die drempel heen zet, dat ik video niet durf te gebruiken.
Dus ik ging toen AD, de krant AD, heb ik een mailtje gestuurd. Ik had daar nog wat contacten uit mijn journalistentijd. Toen heb ik gezegd, ik ben supergoed op video. Weet je wat jullie moeten doen? Mijn videocolumn geven. Met in mijn achterhoofd van, nou ja, als ze dat aan mij geven, dan moet ik wel op video, dan leer ik het wel. En tot mijn blije verrassing zeiden ze, ja, is goed, kom maar langs. Het lijkt ons wel interessant, zo'n videocolumn. En toen dacht ik dus, oké, mooi, dan leer ik nu even snel video's. En dan kan ik dat ook en dan kan ik het toepassen voor spot. Dus ik kocht een videocamera, zette die in mijn woonkamer neer, ging ervoor zitten. En het was zo'n ontzettende deceptie. Ik vond het zo verschrikkelijk om mijn eigen stem te horen op video, om mijn eigen hoofd te zien. Ik wist niks te zeggen, ik wist niks te doen. Dus ik mailde in paniek, mailde ik AD al van, hé, laat maar, het wordt niks, gaat niet meer. Maar die hadden zoiets van, nee, ja, nu hebben we alles al geregeld en we rekenen erop, dus kom maar gewoon langs, je moet het proberen. Nou, dat was eigenlijk de allereerste keer dat ik bedacht, misschien kan ik in plaats van zo'n hele officiële video, kan ik ook social video gaan maken. Oftewel video's op Instagram of Facebook of van die snelle video's. Misschien moet ik het niet zo super officieel doen met een videocamera aan licht en geluid en moeilijk. Nou, toen ging eigenlijk een beetje een wereld voor mij open. Want ik opende toen een Instagram account. Ik had al wel een Instagram account, maar die was een beetje slapend. Daar deed ik niet zo heel erg veel op. Maar op dat moment dat ik mijn Instagram account opende, hier zie je hem. Je hebt daar stories. Wie van jullie heeft Instagram? Oké, jullie kennen die stories dan denk ik wel. Dat zijn hele kleine, korte video's van 15 seconden elk. En die zie je dus eigenlijk bovenaan je timeline. Dus de meeste mensen kennen Instagram van de mooie foto's en van de influencers die dan fotootjes posten van zichzelf met een koffie. Doe ik ook soms, niks mis mee. Maar die stories, die video's, dat is hetgene waar ik me op ging focussen. Ik ben eigenlijk elke dag, en dus vooral om te oefenen om uiteindelijk voor AD niet een flater te slaan als ik daar op auditie moest komen voor die video, dacht ik, ik ga mezelf pushen, ik ga elke dag een kort videootje maken over mijn leven. Kijk, het ziet er zo uit. Ik ben onderweg naar kantoor. We hebben namelijk elke dinsdag onze teammeeting. Nu loop ik over de gracht. Daar zie je het kantoor. Dit ben ik elke dag aan doen. Het is allemaal niet zo heel moeilijk. Het is een beetje schokkerig, maar dat hoort er allemaal bij op Instagram. Het hoeft ook allemaal niet zo mooi. Een complimentenrondje, waarbij we allemaal afgaan wat een van de leukste of belangrijkste taken is geweest die je de week hebt gedaan. Dat iedereen daarop kan reageren. Want het is belangrijk dat je als team onderling ook weet van elkaar wat je doet. Nou, ik geef er dus ook tips in. En dat was een van de allereerste keren dat ik merkte, hey, wow, er gaan andere mensen mij volgen die mij niet kennen. En ik groeide eigenlijk heel erg snel van ongeveer 100 vrienden die mij volgden, naar nu inmiddels 20.000 mensen die mij elke dag volgen op die stories. En het geheim daarachter is dus een beetje dat ik elke keer in die stories vertel hoe mijn leven als ondernemer is, welke lessen ik heb geleerd, welke dingen ik voorkomen verkeerd doe. Ik hou heel erg van extreem open zijn. Ik hou ervan om ontzettend transparant te zijn. En dat werkt ontzettend goed. Want, oftewel, er zijn zo ontzettend veel mensen die mij volgen. Nou, nu heb je als je ongeveer rond de 8.000 volgers gaat komen met Instagram, dan kan je jezelf een soort van micro-influencer noemen. En dan krijg je ook de allereerste aanbiedingen van merken die met je willen samenwerken. Dus dan zeggen ze bijvoorbeeld, hey, wil je deze shampoo promoten? En dan krijg je daar €300 voor. Of in het begin helemaal krijg je alleen de shampoo gratis. Maar in ieder geval, je moet dingen laten zien. En dat is eigenlijk het verdienmodel van bijna elke influencer, of eigenlijk elke influencer op Instagram. Merken benaderen jou, jij krijgt betaald en jij laat aan jouw doelgroep, laat je zien dat je het product gebruikt. Ik dacht weer, kan dat niet anders? Kan ik niet op een andere manier van deze doelgroep gebruik maken en er iets nuttigs mee doen? Heel eerlijk gezegd was dit ook weer een klein beetje in paniek en haast. Dat is bij mij wel vaker het geval als ik businessbeslissingen maak. Ik had namelijk een ticket gekocht voor een heel duur seminar, iets van €7.000. Ik kreeg de factuur, dat was even geen cashflow. Dat heb je ook wel vaker als je een start-up hebt. Dus ik dacht, oh nee, ik moet nu even heel snel €7.000 verdienen. Hoe kan ik dat in vredesnaam gaan doen? En toen dacht ik dus, online cursussen zijn een ding, toch? Op een online platform kan je een e-cursus volgen, dat kennen we nu allemaal wel een tijdje. Je logt in op een platform, je gaat de cursus bekijken en je krijgt er geld voor. Nou, ik wist natuurlijk, omdat ik al zoveel volgers had, dat ik wel iets goed deed met tips geven. Mensen volgden heel graag mijn account, mensen wilden heel graag meer tips van me horen. Dus ik dacht, dat is een gouden kans. Weet je wat ik ga doen? Het was toen een maandagmiddag dat ik het bedacht. Ik maak een apart privé Instagram account. Je kan namelijk een account kan je op openbaar zetten. Dan kan iedereen al je foto's, filmpjes bekijken. Of je zet hem op privé. En dan kunnen alleen mensen kijken die jij daadwerkelijk toestemming hebt gegeven. Dus ik dacht, ik maak een privé Instagram account. En alleen mensen die geld betalen, mogen kijken. En daar geef ik dan al mijn beste tips. Dus ik
zei dat op Instagram, dat was maandagmiddag. Ik zei, jongens, morgen kom ik met een heel nieuw concept, het is helemaal te gek, maak het alvast een beetje warm. Ik zette razendsnel een website in elkaar, een webshop, waarin ik dus een betaalsysteem koppelde om een kaartje te kunnen kopen. En de volgende ochtend kondigde ik dus aan, overmorgen begint een cursus over productief zijn, helemaal op Instagram. Nou, dat was eigenlijk ook gelijk een fantastisch succes, want terwijl ik dat aan het aankondigen was, dan kan je zo'n swipe-up doen, dat is een van de handige dingen als influencer, werden er al gelijk 300 kaartjes verkocht, diezelfde dag. Ik had de cursus niet zo duur gemaakt, het was €15, inmiddels zijn ze €100, maar ik wilde natuurlijk, niemand had er nog van gehoord en niemand snapte ook hoe het ging. Ik zal even laten zien hoe het dan gaat. Dit is als ik vertel over het bundelen van activiteiten. Dit is de allereerste methode waarmee ik begon te experimenteren een aantal jaar geleden en het werkt ontzettend goed. Ik ben mijn activiteiten gaan bundelen. Dus moest ik 4 mensen bellen, ben ik een beluurtje gaan maken, ging ik ze allemaal achter elkaar aftikken. Moest ik heel veel mensen mailen, maakte ik een mail. We komen later nog terug op een hele dag over focus, maar als je ergens mee bezig bent, opeens schiet je er binnen, ook moet die of die nog bellen, dan is het heel makkelijk om op dat moment te denken, oh, maar ik heb zometeen mijn beluurtje, ik doe het dan wel. Dus je weet wanneer je een bepaalde taak gaat doen en de taak is uit je hoofd. En het werkt heel efficiënt. Laten we weer even dat beluurtje nemen. Je zoekt dan natuurlijk voor dat beluurtje een rustig plekje op. Zo hoef je niet gedurende de dag telkens opnieuw een rustig plekje op te zoeken om versnipperd door de dag al die telefoontjes te doen. Nee, je handelt ze in één keer af. Nou ja, allemaal zulke tips dus. Je ziet, zijn gewoon 15 seconden. Het is echt, ik zit gewoon in mijn woonkamer dat op te nemen. Het is allemaal niet ontzettend ingewikkeld. Ik heb het volgens mij, het was een 10-daagse cursus op dat moment. Ik heb inmiddels teruggebracht, want ik vond 10 dagen toch wat veel, naar 5. Maar in principe niet extreem veel werk. Het heeft wel ontzettend veel opgeleverd. Het was namelijk zo populair dat, terwijl er eerst 300 mensen meededen, tijdens de cursus nog 200 anderen aanhaakten. En dit is nu precies een jaar en een paar dagen geleden en ik heb inmiddels 5000 cursussen verkocht, 4 cursussen gemaakt en 3 ton ermee verdiend. Dus dat kan. Je kan daadwerkelijk oprecht een ander verdienmodel bedenken op Instagram. En een van de allermooie dingen van Instagram is eigenlijk dat je ontzettend veel reclame krijgt. Op het moment dat mensen namelijk een cursus van mij volgen, dit is natuurlijk super makkelijk om een screenshot van te maken voor ze. En het enige wat ze dan hoeft doen, superleuke cursus aan het volgen bij Celine Charlotte. Dat plakken ze in hun eigen stories en op dat moment maken ze weer reclame onder hun, wat zal het zijn, 100, 200, 300 volgers. En sommige mensen, als je een keer een influencer hebt die dat zegt en daar heel erg blij mee bent, en ik geloof keihard in influencer marketing, dus ik geef influencers ook altijd gratis mijn cursussen, dan zijn het opeens 20.000 of 50.000 mensen die dat zien en onmiddellijk merk ik dat in mijn webshop aankopen. Nou, wat ik hier dus eigenlijk mee wil zeggen, ga video maken. Ga je een beetje verdiepen in het fenomeen video. Als je namelijk nu op dit moment nog iets met video gaat doen, zoals ik ook, dan ben je nog steeds een voorloper. En het heeft zo ontzettend veel voordelen, want ik sta hier op een podium, maar dat is eigenlijk helemaal niet mijn ding. Ik ben best wel introvert. Ik zou het echt 2 jaar geleden doodeng hebben gevonden om op een podium te staan. Maar omdat ik mijzelf zichtbaar heb kunnen maken met video, gewoon veilig in mijn woonkamer, gewoon terwijl ik, weet je wel, 8 keer een zin kon oefenen, opnieuw kon opnemen en dan weer uit kon zenden. Dus je hebt zoveel controle over wat je uiteindelijk uitzendt. Word ik door heel veel media gevonden, word ik door heel veel merken gevonden, sta ik op podia als dit en ben ik opeens een expert geworden. Super chill. Want in het begin, laten we zeggen 10 jaar geleden, moest je per se bijvoorbeeld de skills hebben om heel goed op een podium te kunnen staan. Of moest je veel beter je best doen. Maar je hebt nu gewoon in je zak een device waarmee je jezelf als expert kan maken ergens in. Gewoon om jouw kennis te delen. En dat is zo ontzettend krachtig. En nu geef ik een van mijn cursussen, die gaat specifiek over stories leren maken. Dus specifiek hoe je een personal brand opbouwt, hoe je dat nou doet, hoe je nou vlogt. Dus ik ken alle bezwaren. Weet je wel, mensen vinden hun stem raar klinken, mensen vinden zichzelf te oud, mensen vinden hun hoofd te lelijk. Of nou, je weet niet wat ze allemaal mee komen. Ik weet het, had ik ook allemaal. En ik ga je daar nu ook niet mijn best doen om al die dingen, zeg maar, een soort van te gaan weerleggen. Maar het allermakkelijkste is gewoon te beginnen. En dan zeggen mensen ook wel, ja, maar ik heb geen Instagram. Ik heb geen bereik, zeg maar. Wie gaat er naar kijken? Maar LinkedIn is zo'n ontzettend fijn en handig medium om bijvoorbeeld video's op te posten. Wie heeft dat wel eens gedaan? Wie heeft op LinkedIn wel eens een video gepost? Werkt het? Wordt dat goed bekeken? Ja, ik zie allemaal knikkende hoofden. Als ik een video op LinkedIn post, bijvoorbeeld, en omdat ik nu natuurlijk, inmiddels omdat ik zo gewend ben om video te praten, best wel makkelijk op video overkom, wordt die vaak sowieso minimaal 50.000 keer bekeken.
Een andere video van mij is een keer 300.000 keer bekeken. En dat is gewoon omdat ik een beetje de skills heb geleerd van in de video praten. Ik ben er comfortabel mee geworden. En echt, geloof me, dat was ik in het begin helemaal niet. Ik deed echt 30 keer over één zinnetje in video durven zeggen. Dus ik weet dat je zo hoort te beginnen en uiteindelijk gaat het snel beter. Ik heb een paar hele snelle tips voor als je zegt, oké, je hebt gelijk, ik moet het gewoon een keer gaan doen. De allereerste is niet te moeilijk denken. Hoe ik dus helemaal aan het begin een hele videocamera installeerde en met licht en geluid en zo. Je mobieltje is zat goed, weet je wel. Pas op het moment dat jij zo meteen misschien 50.000 volgers hebt en denkt, nou, nu moet de kwaliteit wel een beetje omhoog. Dan kan je misschien denken aan een editor inhuren, maar dat hoeft echt niet vanaf het begin. Met je mobieltje filmen is prima. Het enige wat ik zou aanraden, en onthoud die gewoon heel goed, ga bij een raam staan. Gewoon als hier het raam is, dat je gezicht zeg maar tegen de zon in zit. Dus dat je belicht wordt op je gezicht. Dat is net zo goed als welke andere dure videostudio ook. En het is gewoon heel fijn en prettig om naar iemand te kijken die niet in het half duister dingen zit te zeggen. Dat is al, met die tip ben je al sowieso beter dan 90% van de video's die je nu ziet. Volgende is, stop er emotie in. En dat is eigenlijk ook veel minder moeilijk als dat je zou denken. Laten we zeggen als je naar een Hollywoodfilm kijkt. Op het moment dat daar de actrices en de acteurs aan het huilen zijn of verdrietig zijn, voel jij je als het goed is ook een beetje sip. Als ze daar ontzettend blij zijn, ben jij ook een beetje blij. Dat is hoe video werkt. Je spiegelt de emotie van degene van wie je die video kijkt. Dus op het moment dat jij eigenlijk heel enthousiast bent, laten we zeggen over dit seminar, en je gaat met een heel sip gezicht dat zeggen, dan komt het niet zo lekker over. Als je gewoon even van tevoren denkt, oh ja, ik vond het echt gek, ik vond het echt heel erg leuk, ik wil dat enthousiasme overbrengen, dan voelen mensen aan de andere kant van de video dat enthousiasme. Zo simpel is het. Denk na, welke emotie wil ik overbrengen, welke voel ik, en ga dat laten zien. En het andere, de actie, dat is eigenlijk, bij video mag je best wel duidelijk zijn in wat je nou eigenlijk wil zeggen. Dus dat je eigenlijk aan de kijker vertelt van waarom moet de kijker dit kijken? Wat is er nuttig aan? Wat heeft de kijker eraan? Dus op het moment dat jij graag wil dat ze bijvoorbeeld ook een kaartje voor het seminar kopen, dan moet je echt daadwerkelijk zeggen, dus koop ook een kaartje voor het seminar. Weet je, je hoeft er niet zo ontzettend verborgen over te doen. Wees super duidelijk dat de kijker namelijk kan denken, oh, ik heb een keer een videootje gezien en Henk had toen aangeraden om een kaartje te kopen. En op dat moment koppelen ze dus jouw naam en jouw persoonlijkheid aan een hele fijne, handige tip en ben je een soort van binnen. En weet je, dit is er altijd waarmee ik afsluit, want uiteindelijk, zelfs als je video niet ontzettend goed is, is het nog steeds goed, want je doet meer dan 90% van de mensen om je heen. Dus ik zou het echt een keertje gaan proberen. Ja, dankjewel Charlotte. Zullen we meteen even kijken of jouw boodschap gewerkt heeft? Ja, is goed. Zijn er mensen die nou naar het luisteren van dit verhaal denken van ik ga toch meer met video doen? Jee, mooi. Gelukkig. Nou, toch 20% of zo zou ik zeggen, toch of niet? Nou, ja. En wat zijn je verwachtingen? Zullen het een beetje goede video's worden of niet? Als ze allemaal bij een raam gaan staan. Ja. Jeetje, ik en die tips van jou, ik zat ook te denken, ik heb... Ik zou eigenlijk meer tips van jou willen hebben, want ik heb eigenlijk altijd last van moeilijk denken. Maar dan op hele andere terreinen, heb je daar ook tips voor? Kan ik dingen... Ik denk heel vaak gelijk aan de outcome. Dus op het moment dat ik dus dacht, oh, ik wil graag in een grachtenpand wonen, hoe kan ik dat 10 keer sneller bereiken? Dat is eigenlijk altijd mijn idee. Hoe kan ik dit 10 keer sneller doen? En dan sla je misschien 100 stappen over waarvan je denkt, ja, maar die zijn toch cruciaal? Tot je dus een soort van super creatief naar de situatie kijkt. Zie, ik zit nou weer te moeilijk te denken over dat antwoord al. Dus, oh, sorry. 10 keer. Ja, hij komt binnen. Deze is wel serieus bedoeld, maar het is een beetje absurd gesteld. Maar stel dat wij nou een Vinstagram symposium zouden doen. Dus dit is de laatste, dames en heren. We gaan straks naar huis, we komen hier nooit meer terug. Maar we gaan het lekker doen via Instagram en we gaan allemaal in die gesloten groep zitten. Mm-hmm. Zou het werken? Ja, maar dat gebeurt natuurlijk al, toch? Er zijn ontzettend veel seminars die al daadwerkelijk gewoon helemaal online zijn, dat je gewoon inlogt en meekijkt. Is er nu niet iemand een livestream aan het opnemen? Zullen we even vragen of de mensen hier in de zaal het ook een leuk idee vinden of niet? Wie van u vindt het eigenlijk best wel een leuk idee? Zullen we dat eens testen? Nou ja, leuk, handig. Handig, ja, we gaan allerlei formulieren. We gaan de handen omhoog. Goed, ja. Nou, dat valt me toch wel.
meer mensen die video dan die video leuk vinden, die video gingen gaan Kijk, doen. Kijk, stel voor dat iedereen nu een livestream zou beginnen. Weet je hoeveel superveel mensen dit allemaal zouden zien? En als jij dus de livestream begint en jouw eigen audience, jouw eigen volgers dus mee kunnen kijken, zijn ze weer heel dankbaar dat jij dat zit te livestreamen. En denken ze, dat was handig. Dat je hebt wel een ideetje in ons hoofd geplant. Okay, hè? Dus jij bent wel verantwoordelijk voor het laatste Vince Symposium ooit. Als dit gaat gebeuren op deze manier. Als laatste vraag nog, je bent ja, ook ben ik een soort serial entrepreneur of zo moet je dat noemen natuurlijk. Ja, Wat's next? Ja, dat, ik heb nu een video editor echt in dienst genomen. Ja? Dus ik wil meer met video gaan doen, want ik geloof er gewoon echt heilig in, omdat ik mijn eigen cijfers zie. Maar ik weet nog niet precies wat's next. Weet je het niet? Of ja, ik zeg het gewoon eigenlijk liever niet. Ik geloof, ja, ik ben wel altijd een beetje bezig met nieuwe dingen. Dat is inderdaad mijn ding. Ik hou kan je een hint geven? Alles online sowieso. Ik zou niet meer zo snel zoals Spot, die vergaderlocaties. Voor mij is het nu alleen nog maar schaalbaar. Alles wat schaalbaar als is, vind het digitaal, 100% digitaal. Ja. Oké. Okay. Charlotte, dank je wel. Graag gedaan.